Welkom. Jullie kijken weer naar een uitzending van TV Berchem. De landen om ons heen openen weer langzaam hun grenzen. Het vliegverkeer komt op gang. En daar zouden we graag meer over willen weten. Dus vandaag in de studio te gast iemand die daar vast meer over kan vertellen. Anoushka van Os en collega van TV Berchem, die nou een keer aan de andere kant van de tafel zit. Dus ja, dat is zeker. Voor jou natuurlijk ook wel heel speciaal. Inderdaad. Veel mensen zullen jou inmiddels wel gezien hebben, hè, dat jij zelf de interviews afneemt. Maar zou je toch eventjes iets over jezelf kunnen vertellen? Ja, zeker. Ik ben dus Anoushka van Os. Ik ben zelfstandig reisadviseur. Woon in Berchem. En mijn bedrijf heet Personal Touch Travel. Ja, nu is er natuurlijk best een lange tijd een lockdown geweest. Heeft natuurlijk ook vast consequenties gehad, hè, voor de reiswereld. Wat heeft dat met jou gedaan, met jouw reisbureau? Ja, dat klopt. Het heeft echt een zware impact gehad op de hele reisbranche. Zowel mijn collega's als ik zijn lange tijd bezig geweest om alles weer terug te boeken, om te boeken. Zorgen dat de klanten geld terugkrijgen. En die moeten dan helemaal verderop uit het kanaal weer teruggehaald worden. Want ja, inmiddels is het hotel al betaald, de auto al betaald. Dus ja, om dat voor elkaar te krijgen, om dat terug te krijgen, om de klanten weer het geld terug te krijgen, te geven. Ja, daar zijn we echt maanden mee bezig geweest. En vervolgens is de periode rustig geweest. En toen is vorige zomer weer tijdelijk een opleving geweest, is weer open gegaan. Maar ook daar zijn weer omboekingen uitgekomen. Dus zo zijn we wel continu bezig geweest eigenlijk achter de schermen, maar ja, zonder enkele inkomsten, klopt. Ja, ja. Want heeft dit voor jou nu ook de nieuwe uitdagingen ziet, hè, of aanpassingen hebt moeten doen voor jouw bedrijf? Ik merk dat het nu langzaam weer op gang komt en het is inderdaad ook uitzoeken hoe je de mensen weer kunt bereiken en ook hoe de mensen over op reis gaan denken natuurlijk, want je moet precies doen wat je zelf wilt en als je zelf geen goed gevoel hebt om bij op reis gaan, dan moet je gewoon thuis blijven en dan komt het volgend jaar wel weer. Die balans en dat evenwicht vinden tussen van, gods, wat willen mensen en wat kunnen we mensen aanbieden, ja, daar ben ik nu druk mee naar op zoek. Ja, want je hebt een behoorlijke klantenkring dan opgebouwd in al die tijd. Merk je dat er weer contact wordt gezocht? Dat mensen nu weer durven om een reis te gaan boeken? Ja, zeker de laatste 2 weken merk je dat er steeds meer mensen toch contact opnemen om daadwerkelijk een reis te boeken. Daarvoor namen mensen ook contact op, maar dat was meer om te informeren en uiteindelijk durfden de meesten toch niet te boeken. Maar nu zie je dat de echte boekingen weer beginnen te lopen. We krijgen elke keer goed nieuws over landen om ons heen die geheel worden. Dus dat geeft mensen ook meer vertrouwen om toch weer op vakantie te gaan. Ja. Denk je dat de coronaperiode het reisgedrag van de mensen heeft veranderd? Zeer zeker, want heel veel mensen zijn er ook achter gekomen hoe mooi eigen land is, Nederland. Mensen zijn de afgelopen periode veel in Nederland toch op vakantie geweest. En hebben Nederland eigenlijk meer ontdekt. Dus dat gedrag is anders. En verder merk ik ook dat er veel mensen zijn die moeite hebben om nu op dit moment al in een vliegtuig te stappen. Dus die liever zelf met de auto gaan. Ook mocht er iets gebeuren, dat ze dan zelf de controle hebben en terug naar huis kunnen rijden. Ja, nu is er heel veel te doen rondom het coronavirus natuurlijk. Denk je dat mensen ook, en dat is duurzaam natuurlijk ook wel een heel belangrijk iets, waar het reizen mee te maken heeft. Denk je dat mensen daar ook nu meer om gaan denken? Hè? Bijvoorbeeld om de cultuur van een land, de ecologie van een land. Dat ze dat... Mm-hmm. Ja, duurzaam reizen is eigenlijk een thema wat eigenlijk de laatste jaren echt al steeds meer naar voren komt. Daar meer vraag naar is. Er zijn ook specifieke reizen waarbij je bijvoorbeeld kanotochten kunt doen en dan tegelijkertijd plastic uit het water kunt gaan opvissen. Dat je dan ook tegelijkertijd iets goeds voor het milieu doet. Dus okay. Ja, er zijn wel hele mooie ontwikkelingen. Maar ik merk vaak met klanten die verre reizen doen, wat op dit moment dan niet speelt, maar dat ze sowieso gaan voor de cultuur en graag
met de echte mensen uit het land kennis willen maken. Ja. Ja. Dat is in ieder geval wel mooi om te horen. Ja, dat is zeker. En, want jij biedt reizen aan, hè? Jij kijkt ook met mensen naar een pakket van reizen. Zou je daar iets over kunnen vertellen wat jij allemaal kunt doen? Ja, natuurlijk. Ja, want de meeste mensen denken, naar een zelfstandig reisadviseur stap ik alleen maar als ik echt een 3 of 4 weekse rondreis naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld zou willen hebben. Maar dat is niet het geval. Ik regel eigenlijk alle soorten reizen die er zijn. Dus van een stedentrip is er mogelijk. Het is nu ook leuk met alle geslaagden om met je zoon of dochter op stedentrip te gaan. Ja. En er zijn best veel leuke steden die op dit moment geel zijn. Dus dat regel ik. Gewoon zonvakanties naar Griekenland, naar Spanje. Is ook mogelijk. Zelfs vakantie in eigen land regel ik. Cruises, riviercruises. Is ook een grote vraag naar. Vooral door wat oudere mensen. Ze zitten rustig op een boot en ze kunnen zelf bepalen van, god, ga ik meedoen met die excursie of blijf ik liever op of rondom de boot. Dus dus eigenlijk alle types vakanties regel ik. Bij jou terecht. Ja. En nou hoor je ook heel vaak de mensen zelf gaan puzzelen op internet en zelf reizen boeken. Mm-hmm. Wat heeft dan het voordeel om het bij jou te boeken? Nou, ik denk sowieso, gezien de corona, dat heel veel mensen daar dat deden, maar daar nu op terugkomen. Want heel veel mensen hebben gezien dat ze zelf niet voor elkaar hebben gekregen om het geld terug te krijgen van de leveranciers. En als je via een reisbureau of een zelfstandig reisadviseur boekt, dan gaan die het allemaal voor je uitzoeken en gaan die regelen om al het geld terug te krijgen voor je. En sowieso als je een pakketreis boekt, dan ben je sowieso gegarandeerd dat je je geld terugkrijgt. Dus dat is ook een extra voordeel. En ik werk eigenlijk zo, ik heb afspraken met mijn leveranciers en ik heb eigenlijk heel veel leveranciers. Want wij zijn ook een organisatie met 150 zelfstandig reisadviseurs. Okay. Waarvan het hoofdkantoor in Den Haag zit. Die maakt afspraken met de leveranciers. En ik kan dus eigenlijk alles boeken van een TUI tot een De Jong Intra, tot een los huis, een villa. Net precies wat je wilt. Ja, wensen van de klant dan. En het voordeel erbij is dan dat ik dan alles van A tot Z kan regelen. Wil je er een auto bij, dan zorg ik dat er een auto geregeld wordt. Wil je een privétransfer, dan zorg ik dat er een privétransfer is. Wil je er nog een leuke excursie bij, dan regel ik dat die erbij zit. Dus ik krijg gewoon een compleet pakket eigenlijk. Ja, want wat is dan eigenlijk het verschil tussen jouw bureau en een reisbureau? Een reisbureau, dat is een stenen reisbureau. Dus die hebben een vestigingslocatie, een soort winkel, zeg maar. En ik ga naar de mensen thuis. Ah, okay. Dus ik kom bij de mensen thuis, ik inventariseer de wensen van de mensen, die neem ik mee naar huis en daar ga ik mee aan de slag. En dan ga ik een mooi plaatje voor ze klaarmaken. Ja, dat is al inderdaad een mooi verschil, hè? Als je naar mensen toe kan gaan en daar samen wat uit te gaan zoeken. Dan kunnen mensen misschien nog altijd zelf heel veel op internet zoeken, maar uiteindelijk het totaalpakket kunnen ze dan bij jou neerleggen om te boeken. Ja, en ik merk ook dat er heel veel mensen zijn die bij op internet zoeken gewoon echt door de bomen het bos niet meer zien. En nu in deze tijd met de corona en komende zomer is het ook wel verstandig om een zelfstandig reisadviseur of een reisbureau te gebruiken. Sowieso omdat de regeltjes per land verschillen. Ze wisselen elke dag. Het kan zijn dat een land op geel staat, maar dat het land toch in reisbeperkingen heeft. Dus jij denkt leuk naar een land te gaan en vervolgens moet je daar 10 dagen in quarantaine als je jezelf niet goed voorgelicht hebt. Ja. En voor bepaalde landen moet je een PCR-test of een antigeentest. Andere landen moet je formulieren nog invullen waar je coderingen van de overheid voor krijgt, anders word je niet binnengelaten. Dus je kunt eigenlijk niet gaan avontureren op dit moment. Nee, dat is nog te vroeg voor. Hè? Er is al wel heel veel mogelijk wat ik van jou zo hoor. Ja, je kunt goed op reis, maar inderdaad, zoals ze ook zeggen in de spotjes, ga wijs op reis. Zorg dat je goed voorgelicht bent. Dat is het belangrijkste.
En ja. Die voorlichting, die kun jij ze ook geven. Dus hè, buiten ja, de reis zeker. Om boeken, ja. kun jij ook die voorlichting geven waar iedereen die boekt, ja, rekening moet houden met het desbetreffende land. Ja, inderdaad. Ja, per klant zoek ik het helemaal uit. Wat is er voor nodig? Ik help klanten ook bij de formulieren invullen. Wat ik voor klanten zelf kan invullen, vul ik voor ze in. Dus ja, dan heb je al die rompslomp niet. Hoef je daar niet aan te denken. Nou, dat klinkt in ieder geval wel heel aantrekkelijk, hè? Ja. Dat zo te doen. Ja. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Ze kunnen mij bereiken via Facebook, sta ik op, Personal Touch Travel en Anuska van Os. De website van Personal Touch Travel en dan inderdaad ook op mijn naam zoeken. En dan komen al mijn gegevens ook naar voren. Ja, ze kunnen bellen of ze kunnen mailen of een appje sturen. Ja. En dan neem ik contact met ze op om een gesprek aan te gaan. Ja, nou ja. Goed om te horen. Ik weet niet of jij nog tips hebt of dat je nog iets wil vertellen wat nu belangrijk is voor mensen. Wat ik nog wel belangrijk vind ook over zelfstandig reisadviseur is om te melden. Mensen denken vaak dat het veel duurder is, maar dat is dus niet zo omdat we dus afspraken hebben met onze leveranciers. Het is gewoon dat de eindleverancier uiteindelijk iets minder eraan overhoudt. Okay, nou, als klant betaal je niet meer, maar je hebt wel meer service. Ja, misschien heerst daar wel een beetje, omdat mensen altijd denken, ik doe het maar zelf via internet, omdat dat goedkoper is. Ja, dat denken de meesten, ja, inderdaad. Nee. Maar dat is in ieder geval een goede tip en goed om te horen. Mensen zijn ik altijd wel blij mee als dat ongeveer hetzelfde is. Ja, ja. En ik heb zelf dan, ben ik vorige week in Zakynthos geweest. En in november ben ik naar, was ik uitgenodigd door TUI om mee te gaan naar Gran Canaria, om te kijken... Ja, wat is de situatie? Hoe wordt er omgegaan met corona? En ja, uit eigen ervaring kan ik zeggen van... Nou, bij allebei de landen werd er op een hele goede manier omgegaan met corona. Je hebt eigenlijk niet eens in de gaten dat er corona is. Er zijn bijvoorbeeld op Gran Canaria in die hotels zijn er warmtecamera's. Dus zodra jij naar binnen loopt, wordt je temperatuur geregistreerd. Maar dat heb je zelf helemaal niet eens in de gaten eigenlijk. Dus... Ja, en een andere belangrijke tip wat ik nog wel mee wil geven aan de mensen is dat je ook goed moet kijken wat de coronamaatregelen ter plekke zijn. Want er zijn gebieden in de wereld die geel zijn, maar waar je bijvoorbeeld zelfs op het strand nog een mondkapje op moet. En daar moet je wel rekening mee houden, is dat wat ik wil of kan ik dan beter ergens anders naartoe gaan? Nou ja, dat is natuurlijk wel een hele goeie. Ja. Hè? Want inderdaad, wat wil je uiteindelijk om toch wel een beetje een fijne vakantiegevoel te hebben? En als jij niet de stress van dat je daar tegenkomt, dat je denkt van ja, had ik dat maar geweten. Had ik dat maar geweten, ja. Dus ja, er zijn best veel dingen waar je aan moet denken van tevoren. Ja. Ja. Ja, en dan zou het fijn zijn als jij dan inderdaad die informatie hebt dan. Ja, ja. Nou, goed om te horen en... Nou, ik hoop in ieder geval dat veel mensen zich weer gaan melden en in ieder geval een fijne vakantie hebben. Ja, ik denk, zoals ik het hoor, zijn de meeste mensen echt wel aan vakantie toe. Ja. En waar dat dan ook mogen zijn, hoop ik dat de mensen weer op vakantie gaan. Ja, maar zoals ik al zeg, je moet er zelf gewoon een goed gevoel bij hebben en anders moet je gewoon later gaan. Ja, en dan kunnen ze contact met jou opnemen en dan... hebben ze alle juiste informatie die ze hebben. Ja, zeker. En dan kunnen ze nog beslissen van... nou, het lijkt me wel iets of het lijkt me niks. Toch? Ja, nou goed om te horen. Ja. Nou, bedankt voor de informatie. Ja, bedankt. Het is in ieder geval interessant om daar wat meer over te weten te komen. Ik denk voor de kijkers ook. Ja. En ik bedank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer.